Die kaarten hebben mijn vriend en mij ook geholpen. Hij is nooit zo bezig geweest met autisme. Ja, ik wel. En heel veel dingen die ik dan vertel naar aanleiding van de kaarten, die helpen hem dan weer om zo van, oh, dat heb ik ook. En zo werkt het dus. Ik vind de gesprekskaart vooral heel erg interessant. Ik vind het leuke, interessante vragen, heel verschillend ook. Het zijn echt wel vragen die die dieper gaan dan die je in een gemiddeld gesprek zou vragen. En wat dat betreft is het wel interessant om iets meer over jezelf te vertellen, maar ook wat meer te leren van de ander. Dus je krijgt dingen te horen en je vertelt dingen die je niet 1, 2, 3 tegen elkaar zou zeggen. Toen ik die gesprekskaarten voor het eerst zag, was ik helemaal niet verbaasd dat het ontwikkeld was door iemand met autisme en dat die gesprekskaarten echt op dat niveau zaten. Hè. Dus dat zijn echt dat gesprekskaarten als je gaat praten over wat maakt jou nou echt gelukkig. Hoe hou je je staande in sociale situaties. En dus dat zijn echt waardoor je iemand echt leert kennen. Dus ik vond die onderwerpen die daar ontstaan echt allemaal heel mooi. Wat is belangrijk voor jouw geestelijke gezondheid? Nou, dat vind ik wel een goede vraag. Voor mij is het heel belangrijk voor mijn geestelijke gezondheid. En dat heb ik gemerkt toen ik op kantoor werkte. Dat als het veel te hectisch is, mijn werk, en je hebt veel te veel druk en moet allerlei problemen de hele dag oplossen, dan merk ik dat ik lichamelijk, maar ook geestelijk, eigenlijk eerst geestelijk, zeg maar. Achteraf weet ik natuurlijk dat ik dan heel erg overprikkeld raak. En dan dus geestelijk eigenlijk ontspoor en ook lichamelijk ik helemaal vastzitten. Een beetje, heel mijn rug zat toen vast. Ik ben Vincent, 49 jaar. Ik woon in Rotterdam. Samen met mijn vrouw Angelique. Wat betreft autisme is op mijn 34ste vastgesteld dat ik Asperger heb. En dat was vrij laat, dus er is een hoop gebeurd voor die diagnose en niet altijd even makkelijk. Maar sinds ik het weet kan ik het gerichter aanpakken en meer rekening houden met mijn beperking of met mijn diagnose. Deze gesprekskaarten zijn ontwikkeld met het doel om mensen dichter bij elkaar te brengen en meer onderling begrip te creëren. Dat geldt op de eerste plaats voor mensen met autisme, want die voelen zich vaak onbegrepen. En ze hebben ook heel veel moeite om anderen te begrijpen. Dat is een worsteling van hun leven. En aan de andere kant geldt dat ook voor bijvoorbeeld partners, familieleden enzovoorts. Dus om beide de gelegenheid te geven om zich te kunnen uitspreken over dingen en dichter bij die ander te komen door vragen te stellen en daar een gesprek met elkaar over te voeren. Ik heb het 4 keer gedaan en 4 keer was het een mooi gesprek dat wat dieper ging dan normaal. Waardoor ik echt ook het gevoel heb van ja, nu leer ik die persoon aan de andere kant, leer ik echt kennen, omdat je gewoon wat praat over dingen die wat meer bij mensen speelt, zeg maar. Je gaat wat dieper de oppervlakte in en dat vind ik fijn. Ja, ik ben nogal snel zit ik vast in mijn binnenwereld en dit helpt me wel om er af en toe eens uit te breken en ook dan meer het contact en de verbinding te zoeken met mijn vrouw, wat ik natuurlijk ook wel naar verlang. Dus het is om balans te krijgen in met elkaar en met jezelf. Ik praat makkelijk. Dus als ik dingen vertel, dan krijg ik vaak de opmerking, wauw, geen idee dat dit in jouw hoofd zich afspeelt. Dat hebben andere mensen met autisme ook. Alleen, die houden het voor zich. En daar helpt het kaartspel heel goed bij. Als de ander heel open en nieuwsgierig daarna vraagt. Ja, je voelt je gezien en gehoord. Ja. Ik ben 62 jaar, ik werk sinds 15 jaar als zelfstandig loopbaancoach. 7 jaar geleden diagnose autisme, eigenlijk naar aanleiding van proces met mijn moeder, die op 82-jarige leeftijd de diagnose kreeg. Ja, eigenlijk sindsdien ben ik steeds meer ook qua werk dingen met autisme gaan doen. Dus ik begeleid mensen met autisme en ik geef lezingen.
kan de kaarten ook goed gebruiken in mijn coaching. Want ik heb gemerkt dat als ik een gewoon coachgesprek, ja, er is dan toch vaak wat oogcontact. En bijvoorbeeld bij een hele introverte cliënt, die kaarten liggen op tafel. Dus daar keken we allebei naar. Waar het toen bijvoorbeeld bij hielp is dat ik eerst kon vertellen hoe het voor mij was. En toen kwam zij daardoor erop, zo is het, oh, dat heb ik ook en dat heb ik niet. En het zijn toch heel veel kaarten, ja, die zijn toch autisme specifiek. En andere kaartspellen hebben dat niet. Dus het gaat echt inderdaad over die dingen, hè, over prikkeling, over rust zoeken, over hoe zie je toekomst. Waar loop je tegenaan in communicatie? Dus het is eigenlijk een hele mooie manier om een gesprek te starten. Uit de 100 kaarten die er zijn, hè, dat zijn er heel veel, kies je een kaart. Ieder kiest een kaart met een vraag. En die vraag die stel ik bijvoorbeeld aan mijn partner. En dan heeft die partner de gelegenheid om uitgebreid daar op in te gaan, de diepte in te gaan, datgene wat voor haar van groot belang is. Ik reageer erop en op een gegeven moment draaien we het om. Ga ik dezelfde vraag ga ik beantwoorden. Zij reageert op mij. We hebben dan een goed gesprek. We gaan dieper daarop in, zodat we elkaar steeds beter daarin kunnen aanvoelen en begrijpen. Nou, dat is dus over met één vraag, maar vervolgens komt de tweede vraag en dan draaien we het om. En het is de bedoeling dat je dus allebei op allebei die vragen kunt ingaan. In het dagelijks leven ben ik docent. Ik geef les aan de HAN, HBO, ICT. En, dat, en daarnaast één dag in de week werkzaam voor het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme. Waar ik meedoe met allerlei projecten en voornamelijk informatie aan andere docenten, collega's. Over hoe om te gaan met studenten met autisme. Ik heb met mijn vriendin dat gesprekskaarten wel dat gespeeld. Mijn vriendin, wij kennen elkaar natuurlijk al goed en ook op een dieper niveau. Omdat wij zelf allebei hebben wij behoefte aan om over dit soort dingen te spreken. Ja, dat leverde ook toen gewoon heel onverwachts, want het was op zaterdagavond. Dat gewoon een heel mooi gesprek op. Oh ja. Waar kijk jij met vertrouwen naar uit? Ik heb een idee dat ik het weet misschien. Naar de toekomst. Ja? Ik kijk echt wel naar uit dat we een nieuw huisje krijgen. Ja, dacht ik al. Hè? Ja, daar kijk ik echt naar uit. Daar ben ik al best wel mee bezig. Ik trek wel lessen uit deze kaarten, omdat ik elke keer ook merk dat... Ook al heb ik er misschien een beetje weerstand soms tegen om het spel te spelen. Omdat ik zo met mijn eigen dingen bezig ben. Dat op het moment dat ik het doe, dat het wel iets oplevert. Namelijk is dat we in contact met anderen, of met mijn vrouw. En dan merk je je merkt echt wel dat je samen weer samen in verbinding bent. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor relaties in het algemeen. Dus ook vriendschappen. Je moet wel in contact blijven, wil je om iets te kunnen in stand houden. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Plus, jezelf uiten is misschien niet altijd waar je op dat moment zit te wachten. Maar het kan toch wel degelijk opluchten of je eventjes uit je cocon halen, wat ook wel weer prettig soms is. Ik vind praten eigenlijk heel erg leuk. Alleen niet op alle momenten. Want ik ben ook overprikkeld dan. En dat is dan wel lastiger om dan te communiceren. Ik ben rechts verlamd geweest. En daardoor is dat in mijn hersenen aversie geworden. Moeite met eigenlijk zinnen maken en zo. We zijn maandenlang land ingegaan. Met heel veel mensen hebben in workshops hebben de kaarten gewoon uitgeprobeerd en aangevoeld. Wat is dit precies? En daar komt uit dat er zoveel mogelijkheden zijn met deze kaarten. Dus je kunt alle kanten uit. Er zijn spelregels, maar het blijkt dat er veel meer mogelijkheden zijn. Dus je kunt ook voor jezelf gaan bepalen
Als je met één andere persoon in gesprek bent, wat jij prettig vindt, waar je het meest aan hebt. Maar je kunt het ook in groepen doen bijvoorbeeld. Je kunt het heel serieus doen en lang, met veel vragen, veel interactie. Maar je kunt het ook heel luchtig doen op een familiebijeenkomst, dat je gewoon iedere eens even een vraag aan de ander stelt. Dat kan ook. Spelregels zouden niet een goed gesprek in de weg mogen zitten. Nou, gelukkig, als je die kaarten gebruikt... En er is een goed gesprek, dan voelt ook niemand de neiging om in te grijpen en te zeggen, hé, we verbreken de spelregels. Dan moet ik wel zeggen, ik heb dit spel gespeeld met 4 neurotypische vrouwen. en dat scheelt misschien wel, dat die daar ook heel flexibel mee omgaan. Ik denk deze. Voor welke mensen heb je in de loop van je leven, dus van terugkijken. Welke mensen heb je in de loop van je leven veel steun ervaren? En dat hoeft niet per se nu te zijn, maar dat kan gewoon echt in de loop van je leven. Hè? Dat kan ook wel lang geleden zijn. Nou, vooral mijn vader toch wel. Met name wanneer? Gewoon in de moeilijke tijden. Nou. Ja. Je mag ook de klakson opgooien als je wil. Ik leg even de klakson voor je neer als je dat wil. Ja, noem maar klakson. Ja, wil je klakson? Nou, gooi maar neer. Klakson voor deze. Ja, klakson. Vertel wat het is. Nou ja, dat is de klakson dat je even niet weet wat je op dat moment moet zeggen. Dus dan slaan we die vraag even over. Deze kaarten zijn bedoeld voor mensen met autisme, om meer te kunnen vertellen over hoe ze autisme ervaren, hoe lastig dat is, dat ze overprikkeld kunnen worden of te veel informatie moeten verwerken of zich niet begrepen voelen enzovoorts. Daar is dit voor bedoeld en voor naasten die ook begrepen willen worden in hoe ze zijn en wat ze meemaken en wat dat voor hun betekent. Dus dat helpt ook heel erg mensen met autisme om dichter naar die ander toe te komen, omdat voor veel mensen met autisme geldt dat ze in zichzelf opgesloten zitten. Veel mensen met autisme hebben gewoon de handen vol aan zichzelf. En dit helpt om ook daar uit de eigen cocon te kunnen komen en dichter bij die ander te komen. Soms ben ik zo diep aan het luisteren naar iemand, dat als iemand ophoudt met praten, dan is mijn hoofd leeg. En weet ik niet zo goed hoe ik het verder kan gaan. Dus die interactiekaarten, met name de verdiepende vragen, vond ik heel prettig. Dat je gewoon een kaartje kan pakken en kan voorlezen wat daar staat. En dat dan leidt tot nog meer. Het waarom van de interactiekaarten is dat je de gelegenheid hebt om te reageren op de ander. Want het kan zijn dat je daar eenzijdig in bezig bent. Dus dat is een voorbeeld van een van de 3 interactiekaarten. Het gaat over gevoel. Andere interactiekaart gaat over verdieping, dat je kunt doorvragen over wat was die situatie precies en wat betekende dat. En de laatste interactiekaart, daar kun je mee reageren. Je kunt zeggen van nou, wat sterk dat je daar toch dan naartoe bent gegaan of wat goed van je. Interactie. Krachtkaarten die helpen mij om eigenlijk met terugwerkende kracht blij met mezelf te zijn. De terugkijkkaarten bijvoorbeeld, ja die vind ik lastig, want daar zit dan nog heel veel emotie. Of vooruitkijken. Hè? De kaart van hoe zie je de toekomst. Die heb ik met mijn vriend ook besproken. En toen kwamen we. En toen hoorde ik mezelf zeggen. Ja, ik ben toch best soms bang dat ik op mijn moeder ga lijken. Hoe die oud geworden is. En dat was niet eenvoudig. Dus daar zit gewoon een angst. Dat ik ook zo'n heel raar heksenvrouwtje word. Als je kijkt naar de thema's, vind ik het wel leuk om over toekomst en verleden te praten. Verleden vind ik vooral ook leuk omdat je dan best fijn is om soms herinneringen terug te halen. En soms blijken dat ook gedeelde herinneringen te zijn. Als je kijkt hoe je bent opgegroeid, mijn vrouw is even oud als ik. En dat is gewoon fijn, soms ontspannend en leuk om over te praten. En de toekomst, dat is ook iets wat je samen hoopt te delen. Dus dat is ook, vinden we ook fijn om over te praten. Die kaarten voegen toe dat je er echt bewust mee aan de gang gaat. Je gaat niet in een normale gesprek zeggen van zullen we nou eens over dat onderwerp hebben. Dus het geeft een verdieping. Nog meer detail. Van, oh wauw, dat is het dus.
Het wederzijds is heel cruciaal bij deze gesprekskaarten. Dus een goed gesprek is een wederzijds gesprek. Dus niet een eenzijdig gesprek. Ook niet een gesprek dat over van alles gaat, maar niet over jezelf of over jou. Dus dat is voor mij een goed gesprek. Ik vind een goed gesprek als je echt een dialoog met iemand hebt. En niet tegen iemand aanpraat eigenlijk alleen. Wat ik wel veel heb gezien, ook bij anderen. Misschien zelf ervoor ook wel schuldig aan was hoor. Dat je dan, iemand met autisme wil graag praten over wat hem bezighoudt, wat hij leuk vindt. En dan, dat kan nogal snel een monoloog worden. En met die kaarten zijn vrij concrete vragen. En niet zozeer gericht op, natuurlijk op je eigen hobby of zo. Dus je kan dat wel mooi inperken, vind ik. Dat vind ik wel, wel fijn. Wat is volgens mij een goed gesprek? Ik kan me voorstellen dat dat heel subjectief is. Maar ik denk sowieso dat als je beiden... als je beide de tijd vergeet, dat is misschien een beetje vaag, maar wel dat als je beide er zo in opgaat dat je echt je eigen kwetsbare kanten ook laat zien aan de ander, dat van beide kanten is en dat dat veilig voelt. Dus dat je het idee hebt van dit kan ik nu ook delen en daar wordt geen mening over gegeven of wat dan ook. Voor mij is een goed gesprek... Als mensen een open, nieuwsgierige houding hebben naar elkaar, met respect. Niet te snel invullen, van oh, dat heb ik ook, of dat heb ik niet. Dus dat er ook rust in zit. Wederkerigheid. Dat betekent dat je ook je best doet om je te verdiepen in wat die ander zegt. Voor mij is een goed gesprek ook als het diepgang is. Dus dat het over wezenlijke dingen gaat. En dat geeft gewoon een enorm gevoel van verbinding. En ja, dat is er soms en maar heel vaak ook niet. Dus als je een goed gesprek hebt, daar kan ik echt dagen op teren. Ja, dat voelt me heel vervuld.